Ik film je, hè? With my heart. Goedemorgen, het is zaterdag en ik heb enigszins uitgeslapen, dus ik voel me wel iets frisser. En ik ben wel al aangekleed, ik heb mijn gezicht ingesmeerd, maar nog niet opgemaakt. Ik heb deze jurk weer aan van Warehouse, die heb ik een tijdje niet aangehad en die vind ik altijd zo leuk. En ik weet nog niet wat voor schoenen ik erbij aan ga doen. Maar ik denk dat ik er dadelijk voor kijk, want ik ga voor nu toch de deur nog niet uit. Ik ga eerst even lekker ontbijten. En nu is het tijd voor Sherra om de vaderdagcadeautjes voor morgen in te gaan pakken. En het is echt wel heel veel. Ze heeft heel veel kleine dingetjes. Wel echt heel grappig. Sherra heeft een rugzak voor de vader gekocht. Dat is deze. En die zit ook weer in een tas die je kan opvouwen. Ze heeft grappige sokken voor hem met kerstjes erop. En papa houdt van snoepen. Dus we hebben deze. 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 En volgens mij nog één. Ja. En deze. En die gaat ze nu even inpakken. En ik heb een grote boodschappentas gepakt. Dan kan ze het daar allemaal in doen wat ingepakt is. En dan moet het helemaal leuk gaan worden. Nou, de tas met cadeautjes staat klaar. Oh, en het tekeningenboekje mag ik niet laten zien. Ik heb make-up op mijn gezicht gedaan. En me verder klaargemaakt. Ja, je hebt lippie op, hè? En we gaan even langs mijn ouders. Ik moet wat ophalen. Oh ja, en je hebt highlighter ook op. En parfum. Nou, en een handtas. Je bent al helemaal groot. En Lego. En Lego, dan ben je toch weer een beetje klein. Zij heeft zo'n Lego Pocket. Die is wel echt heel leuk. Het doet mij een beetje aan Polly Pocket denken eigenlijk. Weet je niet? Ik sta nu toch stil. Dit is zo'n Lego Pocket. Met allemaal klein dingetjes. En die kan je dus meenemen onderweg. Zo, nu weer je tas. Kan ik gaan. Ook op vakantie. Ja, dat is ook makkelijk op vakantie. Of als we even ergens een dagje op visite gaan. Of wat dan ook. In de auto vind ik hem niet zo heel handig. Als je er in de auto mee zou spelen. Want... als het dan valt, dan ben je al die kleine dingetjes kwijt in de auto. En die meneer, die zie ik heel vaak langs lopen. Ja, die woont hier ook in de buurt. Hij houdt van wandelen. Dus... hij was vlak bij Mila trouwens. Oké. We gaan nu langs mijn ouders. Sarah wilde heel graag langs. En ik had toch in mijn hoofd dat ik even iets wilde halen bij mijn ouders. Dus dat kwam heel mooi uit. Ja, een mini-rupsje op het raam. Dan gaan we lekker zitten. Die zit daar prima. En die erken moet echt even... bedankt, gaat ze een kalkoen maken en wordt hij een vlinder? Misschien wel, ja. Dat zou wel heel leuk zijn. Maar dan een babyvlinder. Ja. Nou, een vlinder is nooit een baby. Want de rups is een baby eigenlijk dan. Dus een vlinder is altijd gelijk al volwassen. Grappig, hè? Ja. Maar eerst gaat hij goed eten van blaadjes en dan... het is druk. Maar eerst gaat hij goed eten van blaadjes. Ja. En dan... maakt hij een kalkoen en daar blijft hij in liggen totdat het eindelijk vlinderdag is. Dan komt hij daaruit. Op vlinderdag? Ja. Dat is wel leuk. Ja, superleuk natuurlijk. Maar Robin Schulz... grappig hè, al die dingen van vroeger. Een nieuw jasje gebruiken. Ik film je, hè? With my heart. Dit ken je allemaal niet, hè? Dit is allemaal van voor jouw tijd. Ja. Dat is een tekst die mama altijd meezingt, maar geen idee heeft wat ze zingen. En waarschijnlijk zeg ik de helft fout. Kijk hoe lekker. Oké, weer thuis. Ik moet gaan koken. Maar ik heb mijn laarsjes weer aan, echt. En het is nog best warm buiten ook, dus... oh, en echt, het is dat ze zo lekker lopen en ik vind ze echt geweldig staan. Ze sluiten heel mooi aan, anders had ik ze echt te lang in de prullenbak gegooid, echt.
echt niet normaal dit. Oh, dit dus. Elke keer weer. Oh, kleine sprong in de tijd. We hebben gegeten. Sarah ligt op bed. Marco is bij Marco. En ik heb echt zoveel opgeruimd en uitgezocht. Ik pak elke keer de camera niet. Want dan lukt het helemaal niet om op te schieten. Ik moet zoveel doen. Vanaf hier. Kijk, echt bergen. En dat gaat helemaal door. Dus echt heel veel. Oh, en ik sta nog ingezoomd. Even flink uitzoomen. Ja. Dat moet dus allemaal weg. En nog meer. Veel meer. En ik ga alles verkopen. Dus daar ben ik wel mee bezig. En we gaan een hoop verbouwen in huis. En het is wel de planning om het nu echt te gaan doorzetten. En de peuken bijvoorbeeld. En ik moet krabben, want ik heb make-up op. En die plek zit er nog steeds. En ik hoop echt dat de crème snel echt gaat werken. Ik ga nu thee drinken. Heel even de tv kijken. Even niks doen. En dan weer verder. Ik ben echt moe. En ik ben mijn stappenteller vergeten trouwens. De halve dag. Echt. Ik heb voor mijn gevoel echt 3000 kilometer gelopen. Maar ik sta niet eens op de 5000 stappen. Maar goed, ik laat hem ook echt elke keer liggen. En gelijk weer een vlog aan om te renderen. Ik sta dus nu in mijn tuin. Want er was op het nieuws gezegd dat er een prachtige lichtgevende lucht kon zijn om dit tijdstip. Maar mijn uitzicht is dit. Dit is dus alles wat ik zie. Of het moet zo over een paar minuten nog wat mooier worden. Maar tot nu toe is er heel weinig van te zien vanaf hier. Misschien vanuit zolderraam. Weer ingezoomd. Dus ik ga boven even kijken. Alleen, ja, dan kom ik aan de andere kant van het huis uit. Dus we gaan het zien. Nou, vanuit hier. Het is wel mooi roze, maar niet wat op het nieuws was wat je dan kon zien. Dan zou je echt een soort lichtgevende strepen helemaal mooi door de lucht zien. Het was echt heel erg gaaf wat ze lieten zien, maar dat is dus niet dit. Ik loop nu wel even in het donker naar beneden. Oh, ik loop eigenlijk altijd in het donker door het huis. Ik weet niet, ik ken mijn huis, dus dat gaat altijd gewoon goed. Maar ik wil het niet zeggen wakker gaan maken. Het is wel jammer, want hier verderop zou ik echt een heel mooi uitzicht kunnen hebben. Maar ja, aangezien Marco er niet is. Oh, ik weet niet wat ik heb vandaag met dat beeld ingezoomd laten. Maar ja, daar kwam ik nu niet heen. En het is wel rond 11. Hè? Het is nu 10:55. Dus ik ga gewoon over een paar minuutjes nog een keertje kijken. Echt zo jammer. Ik ben echt nog wel 5 keer de tuin en naar boven gelopen. Maar niks kunnen zien. Dus jammer mij helaas. Ik heb thee gezet. En ik ga een nieuwe serie kijken. In ieder geval een nieuw seizoen. The Sinner heeft een nieuw seizoen. Dus ik ga seizoen 3 nog even kijken. Het is ondertussen al best wel laat. En na mijn thee ga ik toch naar boven. Dus het eerste stukje. En ik ben benieuwd. En nu ga ik lekker naar mijn bedje toe. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!